Met Trips & Travel gaan we natuurlijk de 12 provincies in en proberen we steeds weer te kijken waar je leuke sferen kunt proeven. En als je dan nog nooit in Indonesië bent geweest, dan moet je nu eigenlijk heel goed opletten. Ik ben namelijk met mijn auto hier op de A58 van de snelweg afgegaan bij Etten-Leur. En bij Exotisch Tuincentrum De Evenaar kunnen we even in Indonesische sferen komen. Als je een keer op vakantie bent geweest in het Midden-Oosten, dan is dit heerlijk thuiskomen. Je waant je hier dus in een Oosterse omgeving. En deze sfeer kun je dicht bij huis opzoeken. Nou, geniet er maar van, Kevin. Nou, geheel in de sfeer van een tuincentrum moeten we natuurlijk ook denken en gaan we zeker niet voorbij aan de miniatuurboompjes, de bonsai. En de bonsais die hier staan zijn winterhard. En dat betekent dat je ze gewoon in de tuin kan laten staan. En dat geeft gewoon een mooi effect. Kijk eens eventjes wat ik voor jou heb. Ja, dit zijn de Aziatische eekhoorns. Maar het leuke is, je komt eigenlijk overal in het tuincentrum verschillende soorten dieren tegen. Vogels, slangen kun je zelfs tegenkomen. En deze vrolijke beesten die volgens mij honger hebben. Dus ik heb er nog eentje. Kijk eens even. Oh, lekker. Tijdens je wandeling door deze oase aan Oosterse sferen moet je er niet gek van opkijken dat je spontaan toegefloten wordt. Ja. Hij probeert me echt te veroveren. Net was het al... Dus je probeert me gewoon te versieren, hè? Ja, ik vind jou ook leuk. Kom maar dansen. Dat was het bewijs. We gaan snel door, want er valt nog zoveel moois te ontdekken hier. Well, I don't wanna wait no more. Oh, I wanna celebrate the whole world. Je ziet is dat steeds meer mensen heel veel aandacht besteden aan het buitenleven. Kijk maar naar jezelf. Je zit heel vaak lekker buiten met vrienden en familie. En je geniet daar ook van het moment. Teakhouten meubelen zijn daarbij helemaal de trend. Die je niet alleen binnen, maar ook buiten kunt gebruiken. En wat je merkt is dat het heel stevig is. En het ademt die natuurlijke sfeer uit die je eigenlijk wilt hebben. Je waant je gewoon helemaal met die bamboe kramen op een Oosterse markt. Het is gewoon echt een beetje zoeken naar snuisterijtjes. Ja, ik hou er enorm van. Hier hebben we dan de wieren ook in heel veel verschillende soorten geuren. Dus dan kun je ook een beetje lekker ruiken en kijken welke dan het beste bij jou past. Ja, en natuurlijk de boeddha niet te vergeten. En in dit geval zijn we ook bij de afdeling geurboeddha's. Ja, en deze, ruik maar even. Ja, wie weet kan dat in de toekomst, dat zou heel mooi zijn, geur-tv. Want de geur is namelijk heerlijk. Ja, deze neem ik mee voor mijn moeder als cadeautje. Dan het verhaal van de boeddha's. Ik ben zelf echt dol op boeddha's. En je ziet ook dat de boeddha enorm ook Nederland aan het veroveren is. Niet alleen binnen zijn huis, maar ook buiten zijn huis. Dit is de dikke Chinese boeddha. Die staat voor gezondheid, geluk, maar natuurlijk ook welvaart. En dit is de boeddha die staat voor rust en ontspanning. En een leuk feitje is nog, een boeddha die je krijgt, die is echt voor jezelf. En een boeddha die je zelf koopt, ja, die kun je gewoon ter decoratie in huis of in de tuin zetten. Boeddha die je met eerbied en respect te behandelen. Plaats hem met het gezicht naar de deur, zodat je hem ziet als je binnenkomt.
Ja, wat tegenwoordig ook een opkomende trend is hier in Nederland, kijk, elders natuurlijk in het oosten, is het een enorm bekend ding, de pagodes, uit gehakt lavasteen. En je kunt ze dan in een aantal verdiepingen hebben, maar die gaan soms echt wel tot behoorlijk wat verdiepingen en zijn natuurlijk enorm decoratief in de tuin. Ook buiten kun je voldoende ideeën opdoen om je tuin helemaal oosters te krijgen. Wat een heerlijke rustieke sfeer. Ja, het is eigenlijk heel erg bijzonder, want je bent gewoon in Nederland, maar je waant je gewoon even voor een paar minuten in een echte oase. Mocht je nou leuke ideeën hebben opgedaan, en dat kan ik me heel goed voorstellen, check dan even onze site, hè, tripsandtravel.tv.